Wil je naar buiten eigenlijk? Nou, Annie heeft het zover hoor. Ze is gewoon naar buiten gegaan. In de vorige week vlog kon je zien dat Annie het 3 keer probeerde. Maar die wel. Maar gisteren ging ze opeens naar buiten en ze vond het nog leuk ook. Ze speelde zelfs een beetje met de sneeuw en nou ja, blijkbaar is ze over de angst heen. Het is onvoorstelbaar. Het is trouwens vandaag woensdag. Ik ben net wakker zoals je ziet. Gisteren en eergisteren heb ik dus niet gevlogd. Ik heb toen niet zo heel veel meegemaakt. Ik heb vooral geëdit en gefilmd. Maandag heb ik heel veel geëdit en gisteren heb ik gefilmd en daarna tot 8:45 gefilmd. Dus ja. Het was allemaal niet zo interessant. Je hebt weinig gemist. Hi. Nou, met de buiten doorheen. Waar is ze? Daar. Och, de gekkie. Ja. Doet ze. Je kan nergens poepen, hè? Nou, ze gaat nu zelfs mee wandelen. Ze is helemaal over de sneeuw hangst heen, blijkbaar. Stoer hoor, Annie. Mooi man. Hey. Nou, hoe was je avontuur? Daar zijn we weer, echte langlovers. We zijn echt helemaal vanaf ons huis door de wijk gegaan en hier het bos ingelangloofd. Best pittig. Al steeds beter, Pietertje. Nou, wat zijn er weer allemaal te doen, Tony Toerist? Altijd weer wachten op dezelfde. Mevrouw moest zeker weer een foto op Instagram zetten. WhatsApp. Ja, was je er eindelijk. Als we hier omkomen, dan weten mensen waar we zijn. Oh ja, heel verstandig. Weet ik niet, wat wil jij dan? De vorige keer was daar rechts niet zo mooi, toch? Nee, dat klopt wel, ja. We kunnen beter links gaan. We hebben echt heel veel geluk, want toen we weggingen van huis, toen was het helemaal bewolkt. En nu schijnt lekker het zonnetje, dus dat is echt wel heel erg genieten. Ik hoorde vanaf dat ze hier verderop naar beneden gaat, dus ik ben helemaal excited. Oh ja hoor, dat is wel een mooi hellinkje. Waar ben jij dan, Daf? Daf is al verder. Kijk jongens, dit is leuk. Zo Daphne zeggen. Ik weet niet of jullie allemaal die vlog hebben gezien van vorige week. Maar ja, ben ik dus voor het eerst aan het langlopen. En dan filmt Daphne mij. En dan hoor je opeens. Duivels. Zullen we verder gaan? Ja. Sorry. Het is toch onvoorstelbaar. Hebben er zomaar mensen zand op onze langloopbaan gegooid? Wie doet dat nou? Wat is er? Zit je vast? Lang in de doren. Oh, is je broek nog heel? Dat is het belangrijkst. Nou, ik ben er hoor. Ziet eruit als een mooie baan. Ja, dat wel. Ik geloof niet dat er al iemand overheen is geweest. Dat is dit de blauwe baan. Ja, top. Net nou, geprepareerd. Ja, is toch fijn als je dan als eerste op de dag bent, hè? Dan is er nog niemand geweest. Op naar de heksenkessel. Moet je toch eens kijken hoe soepeltjes mevrouw dat doet. Hoop ik de klooien in te doen. Alsof het vanzelf gaat. Maar inmiddels heb ik het steeds beter door. Zo, lekker rechts ongeveer. Ja, beter. Ik kan nou niet laten zien omdat ik dus de camera in mijn hand vast heb. Maar ik weet steeds beter hoe je de stok neer moet zetten. Dat is nog wel even een geklungel trouwens. Je moet dus de stok aan de kant zetten met de schoen die achterblijft. Maar dat gaat in mijn hoofd een beetje raar. Dus ik doe het steeds andersom. Per ongeluk. Terwijl ik wel weet dat het niet moet. Maar het gaat steeds beter. Kijk, ik kan gewoon zonder stokken, jongens, mensen. Het is toch onvoorstelbaar. Oh. Ja, misschien niet te enthousiast worden. Ik ga weer even bezig. Heel raar om niet te lang lopen. Hè? Ja, we zijn al bijna thuis. Dit stukje waar ik echt normaal gesproken met Booba lopen. Maar nu zijn we dus aan het langlopen. Wintersport in Almelo, het is onvoorstelbaar. Dit is echt zo idioot. Loop je hier met je ski op de schouders door Almelo naar je huis toe te lopen. Het voelt echt alsof je door een of ander dorpje in Oostenrijk loopt. Heel raar. Toch nog een beetje dat wintersportgevoel, blijf het zeggen. Wij zijn weer thuis. Daphne heeft chocomel gemaakt. Lekker. Welkom in het skiertje van Wouter en Daphne. Dat was heel erg leuk en fijn. En zit weer lekker plat van de muts. Ja, nog wat erbij, hè? Ja, nog wat erbij. Goedemiddag mensen, daar zijn we weer op de langlovers. Het is toch ongekend opstappen vanaf je eigen huis om te gaan langloven. Fantastisch. Wij gaan weer een lekker rondje doen. We hebben tot 3 uur de tijd, want daarna willen Daphne's ouders gaan langloven. Maar tot die tijd kunnen wij nog wel even. Wij zijn aangekomen bij de Gravenmeer Alm. Het is de rode piste. Deze hebben we gisteren overgeslagen. Omdat we nog heel ver hadden gelangloven, dus waren we er wel klaar mee. Maar vandaag doen we hem wel. We hebben ons helemaal bedacht hoe we het maximale uit de hellingen kunnen halen. We hebben dus een voorgestippelde route. Als we nou hier langs gaan, dan komen we straks op een andere route, die loopt ook weer af. En dan hoeven we nooit tegen de helling op. Nou, zo van nagedacht, toch? Daphne, die gaat kijken of je al op het merkend schaatsen. Val er niet in. Nee. Ja, is op zich natuurlijk wel logisch. Moet ik je anders vasthouden? Nou? Het voelt heel stevig, maar ik durf echt niet, hoor. Nee, dat snap ik. Daphne is gisteren door het ijs gezakt.
Kan dat, denk je? Ja, denk het wel, maar ik durf niet. Oh, leuk. Ik probeer vast te houden. Oh nee. Lukt dat? Kom je er weer op? Sta ik al vanaf de zijkant een beetje advies te geven. De beste schippers staan aan wal, toch? Sta je op? Oh. En? Ik kom eraan. Houdt u mij, denk je? Nou, het is nogal flexibel. Ik weet niet of als je daaraan trekt of je dan blijft staan. Nee, ik blijf dan niet staan. Maar als ik dan er doorheen zak, kan ik mezelf weer opeisen. Ja, dat wel. Oeh. Het klinkt wel dicht. Ik zie blij zijn. Heel eng. Nou, is dit genoeg? Geen idee. Ik blijf wel staan, maar ik vind het doodeng. Ik zou niet verder gaan. Nee. Wij zijn weer thuis. We hebben onze langlaufers heet het toch? Overgedragen aan Petra en Guido. En we gaan nou genieten van een heerlijke pizza. Want het is niet zomaar een pizza. Het is een naanbroodpizza. Het is een recept van Chicks Love Food. Ik heb het nog niet gehad, maar ik dacht dat het lekker is. Ik zal de recept ook even in de beschrijving linken. En ondertussen kijken wij Blacklist. Dat is zo'n serie wat ik echt al zo vaak voorbij had zien komen. Eigenlijk nooit aanklikte. Maar ja, nu hadden we zo'n beetje alles gekeken. En toch maar aangeklikt. Maar het is wel leuk, hè? Ja. Ja, ik vind het ook wel vermakelijk. Ja. Ja, hè? Ja. Bodem is wel een beetje somber geworden. Ik weet niet waarvan. Van die tomaten en saus, denk ik. Ja. Dat is wel lekker. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik moet vandaag op kantoor zijn. Is het goed? Ik ben met de fiets. Ik dacht, onze auto heeft geen winterbanden. En ik kan wel wat beweging gebruiken, dus ik ga lekker op de fiets. Nou begon toen ik van het huis ging het eerste probleem al. Dat was dat de band helemaal zacht was, de voorband. Dus ik dacht, nou, het zal wel gewoon zacht zijn. Ik ging er niet vanuit dat hij lek was. Dus ik heb hem opgepompt. Maar ja, nou ben ik dus onderweg geweest. Ik denk, dit is toch wel lek, want hij is nu echt... Nou kijk, je ziet het waarschijnlijk niet. Maar ik kan hem gewoon helemaal indrukken, dus probleempje. Ik denk dat iemand me straks wel naar huis wil brengen vanavond. En ik kwam nog onderweg een meisje tegen, die was uitgegleden met de auto en die zat in een sneeuwberm. Dus die heb ik er ook nog even uitgedrukt. Kortom, alweer een hoop meegemaakt op de vroege ochtend. Goedemorgen. Ik ben even koffie aan het zetten voor iedereen. Maar ik heb toch slecht geslapen, mensen? Of nee, slecht? Gewoon heel raar. Ik werd om 3 uur of zo wakker, eigenlijk al wel eerder. Maar toen ik op de telefoon keek was het 3 uur, maar toen lag ik al wel 1,5 uur wakker. En ik was gewoon klaar wakker. Echt helemaal wakker, helemaal fit. Ik denk, nou, ik zal er zo wel uit moeten. Het zal wel 6:30 zijn. Dus ik was echt al helemaal in de modus om uit bed te gaan. Kijk ik op mijn telefoon, was het dus 3 uur. What the fuck? Oké, ik dacht, nou, dat is raar. Weer proberen te slapen. Nou, na een tijdje op zich wel in slaap gekomen. Werd ik weer wakker, weer helemaal klaar wakker, helemaal fit, klaar om uit bed te gaan. In de veronderstelling ook dat ik dan nu echt wel een keer uit bed zou moeten. Nee hoor, was het weer 5 uur. Nou, ik weer proberen te slapen. Nou, om 6:15 hetzelfde verhaal. Om 6:30 ben ik eruit gegaan. Ja, wel helemaal klaar wakker, maar gewoon echt heel raar. Ik ben benieuwd of ik daar vandaag wat van ga merken, want ik heb dus best wel weinig slaap gehad. Ook al voelde ik me dus klaar wakker. Ik snap ook niet zo goed waar het vandaan komt, maar... Het zal. Misschien omdat ik de hele tijd al me had voorbereid dat ik met de fiets ging, dat ik dus eerder uit moest. Misschien dat dat het is of zo, ik weet het niet, maar echt heel raar. Ik voel me nu op zich ook wel goed, wel wakker, wel een beetje moe van fietsen met die lekke band, want dat was best wel zwaar. Voor de rest eigenlijk wel prima. Wel zin in koffie, moet ik zeggen. Koffie, lekker. Was kan toe. Ik moet zeggen dat ik nu na 3 dagen gelanglopen te hebben, toch wel een beetje spierpijn krijg. En dan vooral hier zo. Ja, dat is allemaal niet zo charmant trouwens. Maar, nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Het is toch kennelijk allemaal best wel intensief, maar ik vind het wel fijn. Ik moet ook zeggen dat hoe meer ik beweeg, hoe meer gemotiveerd ik raak om nog meer te bewegen. Dat heb ik altijd hoor. Als ik fitness, dan wil ik alleen maar meer en meer en meer en meer. Het is toch wel erg lekker. Ik mis ook echt wel sport. Ik zou heel graag weer gewoon naar de sportschool willen. Ik zit er wel eens over te denken om thuis dan bezig te gaan. Maar daar kan ik dan weer net de motivatie niet voor vinden. Daarvan had het gisteren al over een buikspierkwartier elke dag. En als ik mezelf dan zie worstelen in huis, op de vloer. Dan denk ik, ja, ik weet het niet. Ik vind het ook gewoon leuk om met apparaten bezig te zijn en zo. En allemaal van die repetitieve oefeningen en zo. Ja. Kwartier lang. Ik weet niet of ik daar zin in heb, maar wie weet. Misschien dat we het nog wel gaan doen, maar ik weet niet of het dan een buikspierkwartier wordt. Oh, maar ik mis het wel. Nou, we lopen nou wel heel veel. We lopen echt elke dag 10.000 stappen. Dat houden we dan bij een iPhone app. En als je dat dan bijhoudt, dan wil je ook gewoon elke dag die 10.000 stappen halen. Tenminste, ik wel. Dus wat dat betreft ben ik wel goed bezig. Ik ben vandaag eens op de fiets gegaan. Beetje jammer dat de band lek was, maar goed. Ik ben wel gegaan. Ja, maar ik zou nog wel wat meer willen bewegen. Ik hoor het graag als je daar tips voor hebt. Voelt heel raar.
Eng, hè? Ja. Yeah. Goedemorgen mensen, het is vandaag zaterdag en wij gaan het proberen. We gaan kijken of we hier op de gracht kunnen schaatsen. Er ligt een gracht rond het kasteel hier en die ligt redelijk dicht, lijkt het. Het is best wel spannend, want we zien nog niemand anders die aan het schaatsen is. Maar er kwam net iemand van de gemeente langs en die zei dat het op zich die kant op wel kon. Dat het daar iets dunner werd, dus dat ze het daar niet wisten. Maar die kant op kon waarschijnlijk sowieso wel, dus... Ik ben benieuwd. Ik heb echt al heel lang niet meer op je gestaan. Voelt zo onwennig dit. Hoe lang is het wel niet geleden dat we geschaatst hebben? 10 jaar? Hè? 10 jaar? Foto's, nou, waren we echt net. 10 jaar is denk ik wel heel lang, maar wel... Oh ja, nee, dan 8 of zo. Ja, zoiets. Ja, 7 jaar denk ik. Het is een druppel aan jullie. Oh. Nou, ik ga het proberen. Oeh, glad. Ja, het lukt. Nou, we zijn er nog niet al in gezakt. Nee, ja, ik ook heel erg. Jij maar, yes. Het kraakte. Oh, ik schrik je echt dood als het dan ineens kraakt. Dat kraakt heel hard, ja. Wat zou dat betekenen? Ja, dat het niet goed is. Denk je? Ja. En u? Bij het kopje is ook toch? Ja, dus heel snel schaats weer uit te doen eigenlijk. Nou willen we dus daar langs, maar daar kraakt het dus heel erg. Ik durf niet zo goed. Wat zeg jij? Daphne? Nou, we survived. Tenminste, voor nu. Elk kraakje denk ik, oh my god, daar gaan we. Ga maar gauw kijken. Niet zoveel op één plek. Oké. Okay. Zullen we daarheen gaan? Wat hoor je dan? Wat hoor je dan? Het ijs hoor je, man. Komt omdat iemand aan het schaatsen is. We gaan achter de kerk langs. Deze kant heb ik de kerk nog nooit gezien. Door de boom. Dit is leuk. Naar de Hagengracht. Het schijnt allemaal nog veilig te zijn, zei iemand die hier net aan het schaatsen was. Oh, dit is wel heel leuk. Grappig dit, Daphne, zo. Ja. Oh, dit ijs ziet er ook wel goed dik uit. Het is zo spannend dat je gewoon niemand ziet. Ja. Dat je als eerste dit een beetje moet gaan uitproberen. Klinkt wel spannend. Ja. Yeah. Nou, tot nu toe gaat het goed, hè? Ja, leuk. Wel heel leuk. Ja, is echt heel leuk. Dit stukje is ook wel prima, zo. Ja. Daphne gaat even chocomel halen. Daar, bij Hap. Daar hebben ze chocomel to go. Dus kunnen die zo de gracht afstappen en dan kunnen we chocomel ophalen. Echt leuk, joh. Succes. Ja, gewoon tussen zo'n bosje doorstappen. Je zou een kraampje moeten maken. In de tussentijd kan ik dan maar even mijn schaatsen wat strakker doen. Ik heb dus van die ijshockeyschaatsen. Nou, ik vind het helemaal niks. Maar goed, ik ben blij dat ik wat heb. Ik zou toch nog een keer fatsoenlijke schaatsen willen hebben. Ik vind het echt voor geen meter zitten. Kijk, topper! Proost. Proost. Heel lekker. Maak ze toch van Tony Chocoloni chocola? Oh, echt? Ja, volgens mij wel. Lekker, joh. This is the life. Boeba gaat ook weer thuis op. Hij vindt het helemaal leuk. Mijn moeder en mijn tante zijn er ook. Leuk, Boeba. Hij vindt het wel mooi, hoor. Ja, ja. Ze moet wel dit jaar. Mijn moeder gaat ook weer thuis op. Gaat heel goed. Heel goed. Boeba heeft ondertussen dikke lol. Lekker, Bobby. Oh, gaat best wel goed. Mijn moeder is heel bang dat ze valt. Kom je ook mee, Ellie? Kan wel blijven liggen. Hallo. Oh. Als de boer niet kan zwemmen, dan ligt het aan het water. Dus mijn moeder heeft even de schaats van Daphne gedaan. Nou. Beter? Ja? Staat beter? Ik heb nooit aan het lekker, Boeba. Goedemorgen, het is vandaag Valentijnsdag. Ik ben
ben echt net wakker. Zie je ook mijn ontzettend verslapen hoofd. Er werd net op de deur geklopt en ik lag nog in bed. Dus ik moest hem heel snel aankleden. Maar ja, Valentijnsdag dus. Ik heb een heel erg lekker ontbijtje laten bezorgen. Van Niels, dat is een restaurant hier in de buurt. Er zit echt van alles in. Het voelt echt super zwaar. Met een fles Prosecco. Ik zit nou alleen even te denken hoe ik dit mee ga nemen. Maar ik denk dat ik maar eens de doos naar boven breng. Want daarvan ligt ook nog in bed, anders moet je zo lang wachten. En dan misschien daarna even een bordje ophalen of zo. Weet het niet. Leuk. Beginnen met wijn is altijd goed. Scan me. Ja? Wat ga ik doen? Weet ik niet. Ik ga maar eens even doen dan. Ja. Zo kan dat toch? Ja. Ja. Ach. Het verleden is toch grappig? Nou, romantisch hoor. Wow. Wow. Oh, cool. Ja, ah, schattig. Leuk. Zo, het ziet er wel donders goed uit. Cool. Ah. Wat is dat? Oh, een kaarsje. Oh, schattig. Oh, heel leuk. Schattig. Ja. Cute. Oh, leuk zeg. Ja. Yay. Oh, niet mijn hoofd. Vrolijke Valentijn. Vrolijke Valentijn. Is dat een ding wat mensen zeggen? Vrolijke Valentijn? Je moet zeggen, wil je mijn Valentijn zijn? Wil je mijn Valentijn zijn? Ja, nu wel. Nu wel? Ja, anders ik er niet. Dan is het wel goed dat ik wat heb gehaald. Er werd op de deur geklopt en Daphne zegt, wat is dat? Je hoeft toch niet open te doen? Waarom doe je open? Je hoeft toch niet open te doen? Ja, lekker kloppen. ik heb mijn laakje naar beneden. Ik snel aankleden. Ik denk, ik moet wel snel wezen voordat die persoon weg is. Ja. Nou ja. Moet ik bordje ophalen of zo? Kun je wel beneden uit het zet toch? Ik weet niet, jij bent altijd zo van het ontbijt op bed. Hoe bij nee, is niet voor jou. Hoe bij beneden? Inmiddels heb ik mezelf een beetje opgekalevaterd. Dat loopt zo bij. Dat is ook helemaal prima. Dat is echte liefde, hè. Elkaar accepteren zoals je bent. En we hebben de tafel mooi gedekt. Daphne maakt nog even de finishing touch. Tenminste, dat gaat ze proberen. We hebben dus die melk opschuimen. En dan gaat Daphne proberen of ze een hartje op kan maken. Ik zou zeggen dat het moet wel leren zo. Ja. Het plakt een beetje aan dat ding. Ja. Ik denk dat je hem iets meer boven moet houden, inderdaad. Ah. Jawel hoor. Schattig. Je gaat het daar nog even proberen te doen. Oh ja. Dat was leuk. We hebben net ons yoghurtje opgegeten met granola. Het was heel erg lekker. Nu ga ik iets doen wat ik eigenlijk nog nooit heb gehad. 'S Ochtends. Alcohol drinken. Ik heb echt nog nooit een champagne ontbijt gehad. Maar je ziet het natuurlijk altijd wel heel vaak voorbij komen. Dus. Ik ben wel heel erg benieuwd wat daar nou zo speciaal is. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het lekker is. Maar ja. Ik wil het wel proberen. Heb je 's ochtends wel eens alcohol gehad? Nee joh. Nee, ik ook niet. Ik vind het wel wat dat je dat gewoon gaat doen. Ja, ik vind het zo komisch. Want je ziet het dan altijd overal voorbij komen. Ik ben half glas. Vooral met Valentijnsdag, dan heb je ineens van die champagne ontbijtjes en zo. Nee, nou ja, ik ben wel benieuwd, dacht ik. Is altijd goed. Alcohol is altijd goed. Proost. Proost. Ja, smaakt ochtends ook wel goed. Ik vind het ook wel lekker. Ik vind het wel niet lekker. Maar het smaakt wel. Wij zijn straks om 9 uur 's ochtends al dronken, joh. Ja hoor mensen, daar zijn we weer aan het schaatsen. Nog even van genieten nu het nog kan. Fuba is ook mee. Die vindt het helemaal leuk op het ijs. Heel apart. Moet je hem ook zien gaan joh. Het gaat echt hard. Lachen. Dit is zo leuk Fuba. Ik vind het ook wel apart dat hij niet uitglijdt. Best wel glad. Inmiddels zijn wij alweer heel wat uurtjes thuis. En hebben afscheid genomen van het ijs en de sneeuw waarschijnlijk. Waarschijnlijk is morgen alles weg en gaat het zelfs regenen. Maar goed, we hebben er wel heel erg van genoten. Ik heb net geëdit. Ziet er trouwens echt uit als een ontzettende kakbal. Dat draag ik echt nooit. Maar we gingen dus schaatsen en toen... Wat lach je? Daphne zit hier te lachen. Maar we gingen dus schaatsen en ik had die blouse nog aan van vanmorgen. En ik dacht, nou, schaatsen is misschien een beetje koud. Doe er wel een trui overheen. Vindt het wel leuk. Dus vandaar deze doek. Daphne vindt het wel leuk blijkbaar. Ik weet het niet zo goed. Ik vind het een beetje... Nou ja. Je hebt gehoord wat ik ervan vind. Maar nou gaan we dus eten. Ik heb net geëdit. Had ik dat al verteld dat ik geëdit heb? Oh. Ik had dus heel veel achterstallig editwerk. Die sneeuwpret is allemaal heel leuk. Maar het zag dus wel voor dat ik heel weinig de tijd heb gehad om te kunnen editen. Dus ik moest nog heel wat inhalen. Maar het is redelijk gelukt. Ik ben nu bij zaterdag. Dus ik moet nog 2 dagen. En nu gaan we eten. Het is heel grappig, want Daphne heeft wat gemaakt met van alles wat we nog hadden. Gisteren heb ik namelijk voor het eten gezorgd. Ik had ontzettend uitgebreid gekookt. Nee, het zag er heel uitgebreid uit. Maar ik had gewoon allemaal verschillende kant-en-klaar dingen gehad. En het was een beetje een soort van Italiaanse pasta tafel geworden. Zo noemde ik het. Het was 5 verschillende pasta gerechten of zo. En het zag er wel heel grappig uit. Ik zal even ook een fotootje hier ergens in beeld brengen. Dan kun je het zien. Maar het was dus gewoon allemaal kant en klaar. Maar nou heeft Daphne dus iets gemaakt. Dit is dus die pasta wat nog over was. En we hadden nog een beetje passata van een van een gerecht. Ik zou niet meer weten wat. Maar daar heeft Daphne dus ook nog weer iets mee gemaakt. Cannolis toch? Ja. Ziet er wel heel lekker uit. Ja, anders zou het denk ik niet goed gaan met die passata. Nee, dus het is wel goed dat je dat hebt gebruikt. En dan hebben we nog een broodje van gisteren. Nou, lekker. Eet smakelijk. Eet smakelijk.
Ik ga hier de vlog ook afsluiten, want anders krijg ik echt veel te veel editwerk. En dan krijg ik de vlog morgen niet op tijd online. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef me dan een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. Oh, wacht, voordat ik het vergeet. Misschien moet ik even zeggen hoe het met de bitcoins gaat. Gaat het op zich goed? Ja, volgens mij willen mensen dat toch allemaal een beetje weten. We zitten nu op 5300, dus deze week niet zo heel veel winst. 300 euro. Nou ja, dat is nog steeds wel lekker op zich. Iets minder harde stijging dus dan vorige week. Nou, tot zover deze bitcoin update. Abonneer voor meer bitcoin updates. Doei!